tijdens een patrouille in de buurt van de Baluchi-pas in de Afghaanse provincie Uruzgan zijn 5 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zijn per helikopter overgebracht naar het hospitaal in Kamp Holland in Tarinkot. Maar, zo benadrukt het ministerie van Defensie, ze verkeren niet in levensgevaar. De mannen stonden met hun bovenlijf onbeschermd in een panzerrupsvoertuig, een zogenoemde IPR, toen dat werd getroffen door een explosief. Voor thuisblijvers moet er eigenlijk een praatgroep komen. Dat vindt Nelly. Zij woont in Uden en ze heeft een zoon die op missie is in Uruzgan. Vandaag staat het programma Skyline Actueel in het teken van een praatgroep oprichten voor ouders en voor partners die in Nederland achterblijven.
En in Actueel Vandaag hebben wij een speciale uitzending, een uur lang. En in dat uur gaan wij het hebben over Oeruzgan en over alles wat daarmee te maken heeft. Niet wat daar allemaal misschien gebeurt, maar meer wat er thuis gebeurt bij de mensen die kinderen uitgezonden hebben naar dat gebied. En waarom doen we dat? Nou, ik heb hier in de studio Nelly. Nelly, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, want je hebt op een gegeven moment een idee gehad om een soort van contactgroep voor thuisblijvers, voor de mensen die thuisblijven, te gaan maken. Dat klopt. Ik ben als moeder, als thuisblijver, ben ik er dan toch achter gekomen dat er heel veel mensen in Uden en in omgeving de ouders toch een bepaalde drempel hebben om met elkaar in contact te komen en met elkaar over hun eigen ervaringen te spreken. Ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen omdat ik een postpakketje ging posten en het meisje wat mij dus iedere week daar trouw ziet komen, die dus ook iedere week heel netjes vraagt van: God, hoe gaat het met uw zoon? En ik had dus weer een heel leuk pakketje samengesteld en ik blijf een positief indruk geven aan haar ook. En zij vertelde mij van: goh, er was hier gisteren mevrouw en die had ook een pakketje afgeleverd en die stond zo te huilen en daar had zij het heel erg mee te doen. En dat was voor mij de definitieve aanleiding om te proberen een contactgroepje op te zetten voor de thuisblijvers, om je ervaringen en je gevoelens aan elkaar uit te durven spreken, waar dus toch nog ergens een drempel is. Ja. Nu hebben we dus wel een telefoonnummer waar wij dus als thuisfront dag en nacht terecht kunnen met onze vragen en met onze emoties. Maar zelfs dat, en daar ben ik dus ook één van, dat doe je niet heel gauw. Dan moet het dus wel echt. Je voelt jezelf lastig eigenlijk, als het tot last. Ja, eigenlijk wel. Dus dan heb je zoiets van: nou, dan probeer ik het toch eigenlijk maar met mijn vrienden, mijn kennissen en mijn familie daar, ja, met elkaar dus de gevoelens uit te wikkelen. Maar het thuisfront is gewoon met elkaar spreken, is een half woord tegen elkaar en je begrijpt elkaar helemaal. In Oeruzgan, met al onze militaire mannen en vrouwen die daar proberen een beter Oeruzgan te vormen, wederopbouw. Maar ja, voor mijn gevoel is het niet altijd het wederopbouwen. Dus komt meer bij kijken. Ja, er komt heel veel bij kijken. Nou, ja. In deze uitzending gaan we het een beetje hebben over wat er nou eigenlijk gebeurt bij iemand die thuis blijft. Een thuisblijver dus, zoals Nelly. Zo zijn er honderden mensen, misschien wel meer in de regio, die hun kind, zoon, misschien wel man, ik heb geen idee, die daar zitten in de omgeving van Oeruzgan. Daar gaan we het in deze uitzending een klein beetje over hebben, of een klein beetje, maar dat u aan het eind van de uitzending weet van waarom dat er nou eigenlijk zo noodzakelijk is dat er ook zo'n contactgroep komt, dat mensen met elkaar toch kunnen praten. Ondanks dat de militaire basis heel veel doet, hè, voor de thuis. Het is niet dat die helemaal niks doen, toch? Nee, wij hebben als een kind of als een partner of een relatie is uitgezonden, heb je iedere maand een samenkomst van het thuisfront. Dan word je dus uitgenodigd en dan hebben ze gewoon een hele leuke dag voor je georganiseerd. En dan ga je gewoon leuke dingen doen. Je gaat leuke dingen maken. Vorige keer hebben we bijvoorbeeld een t-shirt mogen bedrukken. En dan mag je zelf weten wat je daar op gaat zetten. Leuke dingen, foto's, minder leuke dingen. En dat wordt dan meteen naar het uitzendgebied wordt het geschreven. Een grote flap over, zoals ik het noem, waar je dus gewoon berichtjes op kunt schrijven. Waar ik al tegen mijn zoon heb gezegd: op het zesde blad, linksonder met de blauwe stift, heb ik jouw berichtje geschreven. En dat komt dan in de kantine van Taren Koot van Kamp Holland, komt dat te hangen, zeg maar. Ja. Goed, we gaan even terug naar het allerbegin. U kreeg een zoon en hij was klein. En was er toen al iets te merken dat hij de militaire dienst in wilde? Nou, zijn favoriete carnavalspakje was destijds, toen hij een jaar of 4, 5 was, een militair pakje. En waarschijnlijk kwam het dus ook omdat zijn vader was ook militair. Dus ja, dan heb je dat toch het aanstekelijke eigenlijk wel. Dus zijn militaire pakje was zijn meest favoriete pakje. Ja, maar toen dacht u van: nou, het is een kind en dat gaat vanzelf wel weer over. Oh, het ging ook over. En hij was 15, 16 en dat militaire pakje, dat vond hij allemaal helemaal niks meer. Want het was eigenlijk een beetje anti-uniform. Ja. Ja, tot op een gegeven moment hij mij vertelde: mam, ik wil de dienst in.
had een vriend en die zat ook al in het leger. En daar had hij zoiets van, nou, dit lijkt me toch eigenlijk wel leuk. Het was een beetje spannend, het was veel sporten. Hij houdt heel erg van sporten. Hij was een beetje een moeilijke puber op dat moment. Dus hij zat een beetje met zichzelf in de knoop van, wat wil ik nou eigenlijk, wat moet ik nou met mijn leven? En hij besliste dus op een gegeven moment dat hij dus het leger in wou. Nou, ik had zoiets van, nou, die sturen ze binnen 6 weken wel terug. Want discipline, daar had hij op dat moment nog helemaal niks van gehoord. Nee. Nou ja, je moet dus eerst alle keuringen doen. En die keuringen had hij dus goed volbracht. En dan kom jij in de AMO-opleiding, dus Algemene Militaire Opleiding. En ja, daar drillen en skillen ze jou, om het maar zo te zeggen. En dan heb je echt, dan moet je in die 3,5 maand moet je ook echt laten zien wat je kunt. Ja. En als je daarvoor slaagt, als je daar doorheen komt, ja, dan kun jij een contract gaan tekenen voor een bepaalde tijd met de Defensie. En dan kun jij verder in het militaire leven. Nou, Oeriscom was nog een heel ver van mijn bedshow eigenlijk. Er werd links en rechts werd er dus wel wat over gesproken, maar ja, niet definitief. Tot op een gegeven moment hij dus in een grote oefening in Duitsland zat en mij opbelde. Mam, wij gaan uitgezonden worden naar Afghanistan. Come back and stay for good this time. Did you come back and stay?
iemand belt op en in één keer krijgt u het horen van nou, ik ga naar een gebied waar, ja, waar het niet veilig is. Laten we wel wezen. Ja, je schrikt. Maar ja goed, het is een keuze die hij op dat moment heeft gemaakt, hè, met Defensie samen. En Nederland wordt daar naartoe gestuurd. En toen had ik nog het gevoel van het is een vredesmissie, dus hij gaat daar gewoon hele goede dingen doen. Ja. Dus ja, dan laat je hem gaan en je laat gewoon alles op je afkomen. En ja, je krijgt de voorbereidingen en uiteindelijk komt er een dag dat hij dus ja, vertrekt naar Uruzgan. Mijn andere zoon heeft ook de wens gehad om in dienst te gaan. Maar met de eerste uitzending die mijn zoon dus achter de rug had, is hij dus zwaargewond naar huis gekomen, naar Nederland dan. Mijn jongste zoon heeft toen acuut besloten van nou, dankjewel, maar dit ga ik dus echt niet meemaken. Dus de wens om verder militair te worden was voor hem in de koelkast gezet. Mm-hmm. Maar vorig jaar had hij toch besloten van ik ga het oriëntatiejaar van de landmacht doen en ik ga toch die kant op. Ja. Dat wil je als ouder wil je hem tegenhouden. Maar je weet, het is een volwassen jongen die heel goed weet wat hij wil en wat hij niet wil. Hij wil dat doen en dan als moeder zijn, als thuisfront, sta je gewoon achter je kind. Je moet hem gewoon steunen. Wat ik zelf niet prettig vond, is dat je dus van Defensie een heel boekwerk krijgt wat je gaat invullen van als ik er niet meer ben. Het nabestaande boek. Oh jee, ja. Daar wordt ook in gevraagd, wil je gecremeerd worden, wil je begraven worden, welke verzekeringen. Dus de voorbereidingen zijn heel intensief en ook heel confronterend. Nou, ik was dus wel blij dat ik dat boekje met hem samen had ingevuld. Want ik kwam tot de ontdekking dat hij dus niet gecremeerd wou worden. Terwijl ik ervan uitging dat hij zeg maar wel gecremeerd was. En hij wilde dus begraven worden. Okay. En toen dacht ik van, ja, dit heeft toch eigenlijk heel veel nut dat we daar... Kijk, die dingen, daar praat je normaal gesproken. Nee, praat je daar niet op die leeftijd. Gewoon helemaal niet over. Dus ja, en dan word je geconfronteerd. Je moet erover praten. Ook al vind je het niet leuk. Maar het was wel een heel nuttig boekje om in te vullen. Say goodbye.
krijg ik bijvoorbeeld heel veel de vraag van mensen van, ben jij voor of tegen de missie? Mm-hmm. En dan heb ik dus maar één antwoord van, hoe kan ik in godsnaam tegen de missie zijn? Ik heb een zoon die daar probeert zijn werk te doen. En mensen te helpen. En ja. mensen te helpen. Ja. Als ik tegen de missie ben, dan zou het zijn dat ik dus tegen het uitzenden van mijn zoon ben. Ja. En dat kan niet. Ik moet mijn kind daarin steunen. Dat is ook iets van, God, waar maak je eigenlijk druk om, Nelly? Want ja, God, hij heeft er toch zelf voor gekozen. Heel verontwaardigd wordt dat dan tegen mij gezegd. En dan probeer ik ook altijd heel netjes uit te leggen van, nou goed, hij heeft ervoor gekozen om militair te worden. Ja, dat klopt. Hij heeft ervoor gekozen om mensen te helpen. Maar hij heeft er niet voor gekozen om te sneuvelen in een land waar hij op dat moment eigenlijk misschien niet heeft willen zijn, maar waar dus uit opdracht van Defensie naartoe gestuurd wordt. Ja, laten we wel wezen. Niemand wil graag zijn dood tekenen, bij wijze van. Dat doet niemand. Nee, daar gaan de jongens ook niet van uit. Nee. Ze zijn gelukkig allemaal heel goed opgeleid. Daar schort het zeker niet aan. Ze zijn ook allemaal heel goed voorbereid. Lichamelijk en geestelijk. En uiteindelijk, als ze daar naartoe gestuurd worden, Dan weten ze ook wat hun eigenlijk te wachten staat, om het maar zo te zeggen. Ja, precies. Ze zijn er klaar voor. Ze zijn daar helemaal klaar voor dan. Ik wil niet, diep in mijn hart wil ik niet dat mijn kind daar naartoe gaat. Ja. Ik bedoel, het gevaar is daar zo groot. Ja, je bent als ouder, wil je je kind altijd beschermen. Het maakt niet uit of die nou 2 is of 25 of in welke leeftijd dan ook. Mm-hmm. Dat is heel moeilijk. Ja. Ja. De dag kwam, uw zoon ging naar Eindhoven toe. Was het in de ochtend, de middag? Kunt u het ochtend nog herinneren? Ja, ik kan het nog heel goed herinneren. Ja, ik zeg niet ochtend. Nee, de ochtend. Ja. Meestal is het in de ochtend. En goed, dan vertrekt hij. Je hebt dan al weken eigenlijk de voorbereidingen. De eerste keer toen hij dus op uitzending was, werd hij geconfronteerd met, kijk eens mam, een nieuw scherfvest, leuk hè? Nou, hij was daar heel razend enthousiast over. Ik had zoiets van, ik vind dit eigenlijk helemaal niet leuk. Nee. Maar ik kan mij zijn enthousiasme best wel voorstellen. Ik bedoel, want daar heeft hij het uiteindelijk altijd de opleiding voor gedaan. Daar was hij klaar voor, daar was hij voor getraind. Ze moeten delen. Je vlucht, maar je adem.
dezelfde lucht als wij allemaal. Er is één wereld, één wereld, en die hebben we te leen. Er is maar één wereld, één wereld, dus jij en ik zijn één. Wij zijn één. Dus hou je ogen open en hou van iedereen. Want jij en alle mensen zijn één. En dan? Want dan begint het. Dan is hij net een dag weg. En dan? Wat gaat er dan door uw hoofd heen? Nou, de eerste dag dan gaat dat nog wel. Want dan weet je, goh, hij zit op een vliegtuig. Oké, hij ging toen dan naar Dubai. Hè, voor het acclimatiseren van het klimaat. Want in Oeruzgan is het ontzettend warm. Nou, Dubai bleek dus nog veel warmer te zijn. En dan weet je eigenlijk van, nou goed, de eerste week, dan is het eigenlijk een soort gewenningsperiode. Hij komt niet meer thuis, hij zit in Oeruzgan, of hij is op weg naar Oeruzgan. Hij belt nog een keertje tussendoor, hè, van wat hij allemaal, waar hij is en wat hij allemaal meemaakt. Uiteindelijk gaat hij van Dubai, gaat hij dus naar, in dit geval dan Tarin Coat, zijn basis waar hij dan gelegerd is. En dan hoor je voor de eerste keer van, ik ga morgen of ik ga maandag, of hè, wat voor dag dat er dan ook gekozen wordt, de poort uit. En dan weet je pas van de poort uit, nou moet ik me dus zorgen gaan maken. Of moet je, dan maak je dan je maak gewoon je zorgen. Ja. Want dan weet je gewoon dat die jongens en die meiden daar in de gevarenzone terechtkomen. Ja, want op dat kamp is het allemaal veilig dan, als ik het goed begrijp. Ja, in zoverre denk ik ook wel dat het veilig is. Maar goed, met het ongeluk van Azin Chatli hier uit Uden, ja, ja, is dus wel bewezen dat ook Kamp Holland niet altijd helemaal te beveiligen is. Ja, goed, alle militairen die gesneuveld zijn, daar heb je dus eventjes, daar sta je even bij stil van verdorie. Weer een Nederlands gezin wat eigenlijk heel achterblijft met heel veel verdriet en heel veel. Ja, ik denk niet dat het te omschrijven is waar die mensen doorheen moeten gaan. Uiteindelijk met Ajdin was het zo. Ajdin woont 500-600 meter van mij vandaan. Mijn jongste zoon zat regelmatig met hem in de bus op weg naar Oorschot. Mijn zoon zit op Oorschot, Ajdin zat ook op Oorschot. Ons kent ons. En het kwam toen heel dichtbij. En het was, ja, dat is heel emotioneel. Dat kan ik eigenlijk niet beschrijven wat je dan op zo'n moment voelt. Als alleen maar heel veel verdriet. Thank you.
Ik ben niet naar zijn ouders geweest, nee. Ik ben wel naar de begrafenis geweest, omdat mijn oudste zoon dus ook besloten had. Die zat dus niet in hetzelfde onderdeel met Arjen, dus die werkte niet direct met hem. Maar goed, ons kent ons, Oorschot is één grote familie. Mijn zoon had besloten met zijn vriend, die ook militair is, van... Nou, wij willen hem dus de laatste eer bewijzen en wij gaan dus naar zijn begrafenis. Maar buiten dus Defensie om, zeg maar, op eigen initiatief zijn ze daar dus naartoe gegaan. Ja, inderdaad, ik bedoel, iedere dag ga je ermee naar bed en je staat ermee op. Je probeert iedere dag ook weer opnieuw positief te blijven, want als je dat niet bent, ja, dan kom je gewoon die maanden niet door. Iedere dag ben je bezig met de ook leuke dingen verzinnen voor pakketjes en dergelijke, maar... Tussendoor gaat dan de telefoon en dan heb je toch, althans dat heb ik en ik denk niet dat veel mensen daarvan afwijken die in dezelfde situatie zitten, van de telefoon gaat, nummer onbekend, oeps, het zal toch niet. En dan neem je de telefoon op en dan blijkt het je vriendin te zijn of een familielid of iemand anders en dan valt dat stukje eventjes van je af. Maar je bent iedere dag, je antennes staan zo ver uit. Je bent 24 uur per dag ben je bezig. Het nieuws volg je meer als normaal. Teletext, internet, de defensie sites speur je af. Ja, het beheerst in grote lijnen beheerst jouw leven. Lass mich deine Stimme spüren. Leg sie wie einen Mantel um mich. Deine Wahrheit hören, ich vermisse dich. Wenn die Nacht herunterfällt und der Nebel steigt, Kopf und Herz und selbst die Welt sich neigt. Liebe ein und behüte mich. Ich will ganz ich selber sein für dich. Lass mich deine Stimme spüren, schmieg sie dicht um mich. Deine Wahrheit hör, denn ich brauche dich. Der Tod, eil herbei noch vor dem Morgenrot. Lass mich deine Stimme spüren, schmieg sie sanft um mich. Lass mich deine Wahrheit hören. Ich will nur dich. Ich will nie wieder flehen, werd einfach stumm untergehen. Aber sag was. Ich bin auch nur ein Kind und kämpf gegen den Wind. Bitte sag. Deine Stimme spüren, leg sie wie einen Mantel um mich. Lass mich deine Wahrheit hören, ich erwarte dich. Lass mich deine Stimme spüren,
hij was uitgezonden. En goed, je probeert dan je dagelijkse leven verder weer op te pakken. En ja, voor mij was het dan toch zoiets altijd van, nou, ongelukken en rare dingen, dat overkomt ons niet. Daar was, op dat moment werden wij in de media ook nog steeds genoemd als de Lucky Dutch. Hè, want Nederland was gelukkig nog niks, helemaal niks overkomen. Ja, tot op de dag 19 januari 2007, die ik dus nooit zal vergeten, werd ik geconfronteerd met een ongeluk die mijn zoon dus... Ja, mijn zoon had een ongeluk gekregen in Oeruzgan, in het uitzendgebied. Tijdens een patrouille in de buurt van de Baluchi-pas in de Afghaanse provincie Oeruzgan zijn 5 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zijn per helikopter overgebracht naar het hospitaal in Kamp Holland in Tarinkot. Maar, zo benadrukt het ministerie van Defensie, ze verkeren niet in levensgevaar. De mannen stonden met hun bovenlijf onbeschermd in een panzerrupsvoertuig, een zogenoemde IPR, toen dat werd getroffen door een explosief. Maar voor de precieze toedracht heb ik nu kolonel Theo Vleugels aan de lijn. Hij is in Kamp Holland in Tarinkot. Goedenavond, kolonel. Om te beginnen, hoe is het met de gewonde mannen? Goedenavond. We hebben 5 gewonden, zoals u heeft gezegd. 1 daarvan is licht gewond. 4 daarvan zijn ernstiger gewond, maar allemaal buiten levensgevaar. 1 van deze 4 is reeds onderweg naar Nederland voor verdere behandeling. De andere 3 liggen op dit moment in het hospitaal. Nou goed, ik kreeg een telefoontje van mijn jongste zoon van, goh mam, waar ben je? Ja, ik ben aan het werken, ik bedoel, dat weet je toch? En ja, je moet niet schrikken hoor, maar ja goed, hij zei dus dat mijn zoon dus een ongeluk had gekregen. En dat Defensie bij mij aan de deur stond. Nou ja, dan schrik je en dan heb je zoiets van, nou het ergste scenario wat je eigenlijk van tevoren al in je hoofd had van, als Defensie aan de deur staat, dan is het gewoon niet goed. Dus in dat scenario was ik op dat moment beland en ben naar huis gegaan en ik werd dus geconfronteerd met het ongeluk wat mijn zoon dus op dat moment had gehad een paar uur van tevoren in Oeruzgan. En dat was dus niet leuk. Op het moment dat mij werd verteld van, uw zoon heeft een ernstig ongeluk gehad in Oeruzgan en hij is buiten levensgevaar, wist ik nog niet van wat er dus werkelijk gebeurd was. Alleen dat mijn kind een ongeluk had gehad en dat, dat hij dus buiten levensgevaar was. En daar kon ik het op dat moment mee doen. Nee, want je wilt op dat moment wil je gewoon naar Oeruzgan. Je wil naar je kind, je wil weten wat er aan de hand is en wat er gebeurd is. Nou, uiteindelijk na 2 uur stevig telefoneren van Defensie naar het uitzendgebied, kreeg ik dus via de dokter die mijn zoon op dat moment behandelde te horen dat ik mij moest voorbereiden dat mijn kind naar het brandwondencentrum ging, want hij had zijn gelaat verbrand bij een explosie. Ik heb begrepen dat ze vooral in hun gezicht zijn geraakt. Dat is correct. Het betreft hier een voertuigbom die tot explosie is gebracht op het moment dat de voertuigen dat voertuig passeerden. En doordat een aantal mensen inderdaad bovenpanzer zaten, zijn de verwondingen met name aan het bovenste deel van het lichaam. Nou, dan vergaat even de hele wereld voor je. Want ja, een gelaat, dat houdt in je gezicht. En verbranden, ja, dat ziet er gewoon niet mooi uit. Dus dat was eventjes ontzettend schrikken. Dat is onvoorstelbaar hoe dat je dan eigenlijk, zeg maar, helemaal door elkaar geschud bent en wordt. Ja, van het moment af dat ik dus thuis kwam en er defensiepersoneel in mijn huis was die mij dus vertelde wat mijn zoon was overkomen, hebben ze ook tot maanden daarna gewoon de vinger aan de pols gehouden bij ons. Van ja, god, hoe gaat het nou eigenlijk verder? Wat kunnen wij voor u doen? Hoe kunnen wij u steunen? Want ja, aan steun van Defensie heeft het beslist niet. Nee, ik heb ontzettende goede steun van Defensie gehad. Het is heel fijn dat dat gebeurt dan. Hè? Ja, daar was ik toen het ongeluk gebeurde, was ik daar eigenlijk wel een beetje bang voor. Van en nu? Wat gaat er nu gebeuren? Want ja, voorheen had ik zoveel verhalen gehoord eigenlijk. Maar goed, die vielen al heel gauw in het niet, want Defensie was in mijn huis. En ja, desnoods zouden ze blijven slapen, zeg maar. Degene, de case manager die daar aan vast gekoppeld werd.
En op alle fronten, op alle manieren ben ik geholpen in het wachten. Hè? Want het was daarna, het ongeluk is op een vrijdag gebeurd. En zondagavond pas heel laat kreeg ik dus een telefoontje van Defensie. De gewonden, want het waren er toen 5, zijn onderweg naar Engeland. En van Engeland zijn ze dus weer, komen ze maandagmorgen in Soesterberg aan. En van Soesterberg gaan ze naar het militair ziekenhuis in Utrecht. En toen kon ik er naartoe. Ja, toen, goed, dan ben je heel blij natuurlijk. Want het is dan toch een stukje dichterbij dat je naar je zoon kunt. En dat je dus kunt zien en voelen en ruiken. En noem maar, ik bedoel, al je zintuigen komen dan in werking. Van, ja, je wil gewoon je kind zien. Je wil je kind in je armen hebben en kijken van, en hoe nu verder? Ja, goed, uiteindelijk, hij komt dus terug en ik herken mijn eigen kind niet. Ook de voorbereidingen waren daar in het ziekenhuis eigenlijk ook heel goed. Er is een aalmoezenier die met ons gesproken heeft. Defensie heeft met ons gesproken. Ik werd ook voorbereid van, nou, het plaatje is niet mooi, dus bereid je voor. Hè? Want je zult er wel van schrikken. Ik had voor mezelf besloten, wat er ook gebeurt, ik ga hier niet huilen. Want er is mijn zoon dus niet mee gebaat. We gaan dus nu de draad oppakken. We gaan nu kijken hoe dat we dus verder kunnen. En dan word je geconfronteerd met een kind. Als ik hem op de gang had tegengekomen, had ik hem nooit herkend. Zo. Zijn hele gelaat was op dat moment verbrand vanwege de explosie van een zelfmoordactie van een Taliban-lid. Die dus dat nodig vond om tussen 2 voertuigen te staan en zichzelf te laten exploderen. Je ziet dan een hoopje ellende, hè, want zo heb ik het dus ervaren. Een hoopje ellende zie je dan in een ziekenhuisbed liggen en dan is het van, en nu verder? Hoe nu verder? De wereld schroeit, de wereld broeit, het kraakt en knettert overal. We maken er een zwijnenstal van. Alles stinkt en sterft. Moet al maar meer en al maar groter. Pakhuizen vol graan en boter. 8 uur vliegen verderop. Daar sterft de 4 miljoenste koter. Met wel 30 van die grote zwarte vliegen. Op zijn uitgeteerde kop. Maar hoe lang is de lont die ons van het kruidvat scheidt? Is er nog tijd? Wat dacht je? Hebben wij al niet veel te lang en te vaak geboft dat er niks is ontploft? Verwacht je dan dat we ongestraft zo onbeschoft kunnen doorgaan met het verzieken van de rivieren en van de zeeën, de bossen, de lucht en de grond? Dat gelooft toch geen hond? Wat dacht je? Hoe lang is de lont? De aarde trilt, de aarde gilt, om meer begrip, om raad en daad, om heel veel meer dan loos gepraat. De aarde schreeuwt om hulp. We zien de rampen zich voltrekken, en toch gaan we door als gekken, in een wereldwijd gesticht. En het kan ons blijkbaar niet verrekken. Dat we stommer zijn dan motten die verbranden in het veel te felle licht. Maar hoe lang is de lont die ons van het kruidvat scheidt? Is er nog tijd? Wat dacht je? Hebben wij al niet veel te lang en te vaak geboft dat er niks is ontploft? Verwacht je dan dat we ongestraft, zo onbeschoft kunnen doorgaan
met het verzieken van de rivier en van de zeeën, de bossen, de lucht en de grond. Dat gelooft toch geen hond. Wat dacht je? Hoe lang is de lot? Hoe lang is de lot? De mensheid vloekt, de mensheid zoekt al eeuwenlang naar zekerheid, maar is al lang de richting kwijt en niemand weet de weg. Een kudde schapen zonder herder en ze dwalen al maar verder af van waar ze moeten zijn. Al blatend strompelen ze verder naar de oeverloze afgrond, naar de brokkelige rand van het ravijn. Maar hoe lang is de lont die ons vangt?